Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Dat voelt echt heel raar om te zeggen, nu in het Nederlands. Maar ja, zoals je kan zien, ik heb besloten om mijn kanaal, om op mijn kanaal verder te gaan in het Nederlands. Dit heb ik besloten omdat ik ben in principe goed in Engels, maar als ik de hele tijd, ja, bijvoorbeeld met vloggen of zo Engels moet praten, dan moet ik heel erg nadenken over wat ik moet gaan zeggen, omdat ik moet nadenken over wat het Engelse woord is. En voor mijn gevoel komt dat dus heel onnatuurlijk over en zeg maar een beetje ingestudeerd ook. Dus ja, het leek mij beter om in het Nederlands verder te gaan. Ik weet dat heel veel van mijn abonnees uit Amerika komen en dat is puur doordat ik ooit een keertje vorig jaar een iPhone video heb geüpload. Dus ja, al die mensen die kunnen natuurlijk gewoon niet meer gaan abonneren. Ik bedoel, that's fine. Er komen vanzelf weer nieuwe mensen bij. Dus ja, ik ga vanaf nu verder in het Nederlands. Het is vandaag vrijdag 12 juni. Ik ga vanmiddag naar een vriendin van mij in Zwolle. Daar gaan wij op het terras zitten, want het zou vandaag, als het goed is, 26 graden worden. Hier waar ik woon is het nog heel erg bewolkt, maar het is wel al heel erg warm. Maar in Zwolle schijnt de zon als het goed is al. Dus ik ga zo meteen de trein pakken. Dan ben ik een uurtje onderweg. Ik weet dat het geen noodzaak is om met de trein te reizen, maar op een andere manier kom ik daar niet. En anders ben ik heel erg eenzaam hier, want ik woon op mezelf. Maar ja, mondkapje op, afstand houden. Gewoon volgens alle RIVM-regels. Dus ja, dat ga ik filmen vanmiddag. En ik hoop dat mijn vriendin Maaike ook in beeld wil. Anders dan wordt het een hele korte vlog. Maar ja, dus ik hoop dat je zin hebt in deze video. Ik hoop dat het oké is dat ik in het Nederlands verder ga. Ik weet niet hoeveel Nederlandse abonnees ik heb. Maar ja, dan is het ook wat makkelijker voor mijn familie om het te kijken. Want heel veel van mijn familie kijken deze video's ook. En die vinden het ook al heel leuk in het Engels. Maar in het Nederlands komt het misschien allemaal iets natuurlijker over. Dus vandaar dat ik in het Nederlands verder ga. Oké, ik ga hem even klaarmaken. Even een andere outfit aandoen. En spullen pakken. En dan ga ik. Dit is de outfit die ik aandoe. Komt compleet van de Zara. Ik heb het echt letterlijk net gekocht. Omdat ik, ja, niet echt een leuk kort broekje hier heb. Heel veel van mijn kleding ligt ook bij mijn ouders. Vandaar dat ik iets nieuws heb gehaald. Was echt niet nodig, maar ik heb het toch gedaan. Dus ja, dit is een paars. Ja, het lijkt op een rokje, maar het is dus een broekje. Dus dat is wel chill. En met een witte crop top erop. Die eigenlijk nog langer is, maar ik heb hem een beetje opgevouwen. Maar je kan hem dus ook lang laten. En ja, niet te kort. Prima. Dan doe ik nog even een spijkerjack overheen. En ja, dan laat ik misschien vanmiddag nog even zien wat ik nog meer gekocht heb. Ik heb ook een bikini gehaald bij de H&M. Die kan ik wel laten zien trouwens, want die ga ik niet aan laten zien. Dit is de bikini die ik heb gekocht. Het is neonroze, maar wel lichtroze. Dus niet de donkerroze neon. Dus dit is het topje. En dan is dit het broekje. Zo. Hij lijkt heel erg, ja, niet bedekt, zeg maar. Maar het is een Brazilian stijl, dat wel. Maar ik vind het aardig meevallen met hoeveel bil je ziet, zeg maar. En ook hiervoor is het heel goed bedekt. Dus dat is fijn. Dat is nodig, namelijk. Maar ja, ik heb echt al heel lang geen bikinis meer gekocht. Ik ben niet echt een zwempersoon überhaupt. Maar ja, misschien dat ik deze zomer wel een keertje ga zwemmen. Ik heb geen idee. Of naar het strand ga of zo. Of gewoon om in de zon te baden, bijvoorbeeld. Dus ja, die heb ik gekocht. Cool. Kijk, kun je jezelf zien. Dit is Maaike. Ik ben Maaike. Net gegeten en gedronken. Ik ben 21 jaar oud. En niet single. Mijn lievelingskleur is paars. Waar hou je nog meer van? One Direction. En paarden. Oké, aha. Ja, leuk. Oké, dankjewel.
Oké, dus ik ben inmiddels weer thuis. Het was heel gezellig met Maaike. Drankje gedaan, gegeten op het terras. Want het is uiteindelijk inderdaad 27 graden geworden en het is echt bloedverstikkend heet buiten. Ja, ik zei eerder in de video dat ik nog ging laten zien wat ik nog meer had gekocht. Maar eigenlijk is dat maar één ander ding van de Zara. En dat is deze top. En als je mijn andere video's hebt gezien, dan weet je dat ik deze al heb in het neonroze en in het neongroen. Maar dit is dus een, ja, ook een beetje een groenige kleur. Geen idee hoe je dat omschrijft. Maar die heb ik dus ook gehaald. Ja, en meer heb ik eigenlijk niet gekocht. Dus ja, verder vandaag ga ik eigenlijk niet zoveel doen. Ik moet nog gaan koken straks. En afwassen natuurlijk. En ja, verder ga ik niet meer de deur uit, denk ik. Dan ga ik deze video bewerken en hopelijk morgen al online zetten. Dus ja, dit was de eerste video in het Nederlands. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan zie ik jullie in een volgende video. Doei!